Welkom terug, lieve vrienden. Ons het nou die vorige geleentheid naar Daniël 2 gekeken, die beeld van Nebukadnezar. Vanavond se titel is die klein horinkie en ons gaan een studie doen van Daniël 7 in die woord van die Here. Ons het met mekaar ooreengekom dat ons die 33 vertaling gaan gebruik vir die doel van ons studies. Maar voordat ons die woord van die Here oopmaak, kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer geleentheid kry om uw woord oop te maak, uw ewige, onvergankelijke, heerlijke woord wat voor ons die verlossing brengt. Dankie voor Jezus Christus, ons verlosser, wat gekom het om voor ons zondes te sterven. Seën ons terwijl ons hier die uur die woord oordink en laat uw gees ons lei. En laat die woord zelf spreek en zelf verklaar, zodat daar geen menselijke interpretatie zal wees nie. Dit is mijn gebed, ons vra dit in Jezus' naam. Amen. Lieve vrienden, sê vir my dankie, dit is nodig om Bijbelse profetie te verstaan, ten einde gered te word. Die antwoord is nee. Nou, waarom sal ons dan nou die profetie wil bestudeer, as dit ons nie gaan red nie? Weet u wat, die Bijbel het toch iets te sê daarover. Die Bijbel sê dat daar, as daar iets is wat zeker is, dan is dit die profetie in die Bijbel. En daarom het ons eindelijk nodig om dit te verstaan en te bestuderen. Inteendeel, Petrus het een bijzondere woord in die verband. In 2 Petrus 1 vers 19 sê, en ons het die profetische woord, wat baie vast is, waarop jylle toch moet ageer. Luister nou, soos op een lamp wat in een donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die morgenster opgang in jylle harte. So wat staan hier? Hier staan eintlik dat as jy die profetie bestudeer en die profetie gaan vir jou oop, gaan het wees soos een lamp wat in een donker plek inskyn, en op een dag, dan gaan die morgenster opgaan in jou hart. Dit is mijn gebed. Dit is mijn gebed voor elkeen van u, dat dit zal gebeuren terwijl ons saam studeer. Maar nou sal baie mense sê, maar dit hang nou maar seker maar af van hoe mense dit lees. Daar is toch verschillende interpretaties. Weet u wat die Bijbel sê? Nee. Want die doel van profetie is om voor ons te sê precies waar ons vandaan kom, waar ons is en waarin ons op pad is. Dit is vir ons gegee zodat ons sal weet wat ons moet doen, hoe ons dit moet doen, wanneer ons dit moet doen. Dat kan nie verschillende uitleggingen wees nie. En dis waarom die woord eintlik vir ons sê, het hang nie af van hoe ek en jy dit lees nie. Die Bijbel moet homself interpreteer, en weet jy wat? Hy doen dit. Hy doen dit, en vanavond gaan jy in 'n besondere mate sien, hoe die Bijbel homself interpreteer, as jy en ek hom net dit toelaat. En in vers 20, wat op hierdie vers 19 volg, sê Petrus, terwijl jylle vir al dit moet weet, dat geen profetie van die skrif een saak van eie uitlegging is nie. Ek kan nie hier kom staan en kom sê, ja, maar ek dink dit is so nie, of ek vermoed dit is so nie, of ek sê vir jylle dit is so nie. As die Bijbel nie vir my sê wat het beteken nie, het ek nie een antwoord nie. Dan weet ek nie wat het beteken nie. Die Bijbel moet homself verklaar. Hoekom? Want geen profetie is ooit dit die wil van een mens voortgebring nie.
maar door die Heilige Geest gedreven, het die heilige mensen van God gesprek, vers 21. Die Bijbel is niet voor eie interpretatie. Dit geldt die hele skrif. Die hele skrif. 2 Timotheus 3 vers 16. Die hele skrif is door God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijzing, tot onderwijzing in die gerechtigheid. En als ons dit doen, zal ons dit verstaan. Nou vanavond wil ons kyk na een bepaalde profetie in Daniël 7. Die profetie het net 8 verse. Ons gaan het lees, deurlees, en dan gaan ons weer daarna toe terugkom. Nou, u sal onthou dat die vorige lesing het gepraat van die eerste jaar van Nebukadnezar. Nou, u sal sien dat as ons nou begin lees in Daniël 7, is ons in die tyd van Belsasar. Nou, wie is Belsasar? Belsasar is Nebukadnezar se seun. Met andere woorde, ons is 40 jaar verder. Ons is 40 jaar verder van hierdie droom wat Nebukadnezar gehad het, van hierdie beeld wat hy gesien het, en wat Daniël toegekom het en vir hom verduidelik het wat die beeld beteken en hoe dat hierdie beeld eindelijk die toekomst voorspel. Nou is het 40 jaar verder en in die tijd van Belsasar en Daniël krijg weer een droom. En as jy mooi naar die droom gaan kyk, dan sal jy sien, maar hierdie droom is eindelijk precies diezelfde als dit wat in Daniël 2 plaasgevind het 40 jaar terug, diezelfde visioen. Net op een andere manier uitgedrukt. En nou bring Daniël 7 hierdie twee goed, bring het bij elkaar. So ons gaan eindelijk diezelfde stof hanteer op een andere wijze, maar hier gaan iets bijkom, iets baie specifiek bijkom, en hier gaan iets baie belangriks bijkom bij hierdie visioen wat 40 jaar na die tijd aan Daniël geopenbaar word. Kom ons lees Daniël 7 vers 1 tot 8, en dan kom ons weer net na elke vers toe terug. In die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, dus nou die seun van die Nebukadnezar, het Daniël een droomgezicht gezien en gezichten op zijn hoofd, op zijn bed. Toen hij die droom opgeschreven en die hoofdzaak vertel. En Daniël het gesprek en gesê, ek het in die nacht in mijn gezicht gezien en kijk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring. En toen hy daai gezicht sien, en vier groot dieren het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. Vers 4, die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad. En ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgebruk is en dit van die grond af opgehef en soos een mens op twee voeten neergesit is. En daaraan is een mense hart gegee. Vers 5. En kyk een ander dier, een tweede, het gelyk soos een beer en is aan die een kant opgerig. En drie ribbes was in sy bek tussen sy tande. En so het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vleis. Vers 6, daarna het ek gesien en kyk, daar was een ander een, soos een luiperd, en dit het vier vlerke van een voel op sy rug gehad, ook het die dier vier koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee. Tweede laaste vers, daarna het ek een naggesigte gesien en kyk, daar was een vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad. Dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap. En dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het 10 horings gehad. En dan die laaste vers. Terwijl ek op die horings ag gee, kom daar een ander horinkie tussen hulle op. En drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel. En kyk, in hierdie horing was oë soos mens oë en een mond
wat groot dinge spreek. Nou wat betekent dit alles? Wat sien Daniël hier? Kom ons gaan terug, vers 2. Daniël het gesprek en gesê, ek het in die nacht in my gezicht gesien, en kyk, die vier winde van die hemel het die groot see in beroering gebring. Hy sien hier die wind wat blaas oor die see. Nou in Bybelprofesie het water of waters een bepaalde betekenis. Openbaring 17 vers 15 geef vir ons die antwoord. Kom ons lees dit. En hy het vir my gesê die waters wat jy gesien het, is wat? Is volke, menigtes, en nasies en tale. Met andere woorde, die Bijbel verklaar homself. Ons hoef nie te raai nie. As jy dus bezig is met Bijbelprofesie en God gebruikt die woord waters of see, dan weet jy, daar word gepraat van mense, menigtes, volke, nasies, tale. Dit kan niks anders beteken. Maar hy praat ook hier van wind. Die vier winde wat waai. Nou wind in Bybelprofesie verteenwoordig oorlog, gevechte, struwelinge, stryd. Waar lees ons dit? Ons lees het in Jeremia 49 vers 36. En ek sal vier winde uit die vier hoekstreke van die hemel oor Elam aanbring. Dan hoor ek sal die winde oor Elam laat waai, en dan in vers 37, ek sal Elam verskrik, en aan die einde van die vers, ek sal die swaard achter hulle aanstuur, totdat ek hulle vernietig het. Met andere woorde, daar kan geen ander betekenis wees nie. Met andere woorde, wat sien Daniël hier? Hy sien die winde wat waai oor die see. Met andere woorde, hy sien stryd en oorlog tussen nasies. Tussen volke, dis wat hy sien, dis wat plaasvind. En dan is daar een gevolg van hier die winde wat oor die see gewaai het. En dit vind ons in vers 3. En vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. Nou kan ek ook hier staan en hy sê, maar ek dink die diere beteken dit. Kom ons raai. Een dier is miskien dit of dit. Nee, ons gaan nie met raaiwerk, die Bybel moet homself verklaar. Wat is diere? Nou, om die waarheid te sê, die 17e vers van Daniël 7, geef jou die antwoord. Hier die groot diere, wat vier is, vier konings, sal uit die aarde opstaan. Die Bybel verklaar homself. Met andere woorde, hier gaan vier koninkryke opkom. So wat sien Daniël? Daniël sien die wind waai oor die see, vier diere kom op, hy sien oorlog tussen die nasies, en as gevolg van daar die oorlog, kom daar vier koninkryke, kom tevoorskyn as gevolg van hierdie oorlog tussen die nasies. En nou gaan Daniël sien, verklaar wat hy gesien het. Hy sê, die eerste was soos een leeu. Hy het vlerke van een arend gehad, en ek het bly kyk, totdat sy vlerke uitgeruk is, en dit van die grond af opgehef, en soos een mens op twee voete neergesit is, en daaraan is een mens hart gegee. Nou wat beteken dit nou alles? Hierdie dier verteenwoordig nou een koninkryk, maar wat koninkryk kan die leeu nou verteenwoordig? Nou moet ons weer teruggaan na die Bybel toe. Die Bybel moet nou weer vir my antwoord. Het die Bybel een antwoord? Ja, hy het altyd een antwoord. Jeremia 4 vers 7. Een leeu het opgekom uit sy bos. En as jy nou na die geskiedenis gaan lees, wat is Jeremia besig om hier te voorspel? Jeremia is besig om te voorspel dat Babylon is op pad. Babylon is op pad. En gaan kyk jy vandag na die ruïnes van Babylon, dan sien jy die vleeus met die arend vlerke. En hierdie koninkryk van Babylon het net 70 jaar bestaan, Nebukadnezar was 40 jaar lang daarvan die koning. Nou, u ken die verhaal van Nebukadnezar, dat Nebukadnezar op die ou end tot bekering gekom het. Onthou u?
En dit is waarschijnlijk waarom in hierdie tekstvers daar staan, dat aan hierdie dier een mense hart gegee is. Misschien als gevolg van Nebukadnezar's bekering. En dan die tweede dier. En kijk, een ander dier, het tweede, het gelijk soos een beer. En hy is aan die een kant opgerig. Nou, met andere woorde, dis een beer wat so gestaan het, dis alsof hierdie twee voete van hom, of hierdie twee voete van hom, langer was as die ander twee, of korter was. Met andere woorde, hy het so half skeef geloop. Dis die gezicht wat Daniel gesien het. Twee was korter as die ander. En drie ribbes was in sy bek tussen sy tanden. En so het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vlees. So as hy staan, dan is hy aan die een kant opgerig, sê die Bijbel. Nou hierdie dier verteenwoordig een mag of een koninkryk, wat eigenlijk twee eigenskappe het. Nou die geschiedenis sê vir ons, dat die mede en die perse het by mekaar gekom, en hulle het een mag gevorm. Maar die perse was sterker as die meders. En dis waarom as die geschiedenis verwys na hierdie Medo-Persiese Rijk, dan word daar meestal maar van die perse gepraat. En niet noodwendig van die Medo-Perse nie. En dis waarom hierdie beer aan die een kant opgerig is. Die Perse was sterker as die Meders, alhoewel hulle in hierdie koalisieregering by mekaar was. En hier staan hierdie beer met drie ribbes in sy bek, en daar die drie ribbes verwys waarschijnlijk na die drie rijke of die drie lande wat die Medo-Persiese Rijk omver gegooi het en verower het. Nou die geschiedenis sê vir ons dat daar die drie lande was Babylon, Lydië, en Egypte. So hierdie dier verteenwoordig die Medo-Perse onder leiderskap van Kores. Maar jy sien, die Babyloniërs het gedink dat hulle onoorwinnelik is, hulle het eintlik met hom gespot. Babylon kan nie ingeneem word nie. Hulle het vir hom gelag. Hulle het boop hierdie geweldige mure van Babylon, het hulle gestaan, hulle het vir hom eintlik kos van die mure afgegooi. Maar die Bijbel het 100 jaar van tevore al reeds voorspel, voordat Kores nog gebore is, het die Bijbel al voorspel dat Kores zou kom. Die Bijbel het self sy naam gegee, Kores. En hy het selfs voorspel precies hoe Kores Babylon zou verower. Glo jy dit? Kom ons lees dit. Jesaja 44 vers 27. Wat vir die diepte sê, verdroog, en jou riviere sal ek laat verdroog. Wat van Kores sê, hy is my herder. Vers 1 van Jesaja 45, so sê die Heere aan Kores, aan sy gesalfde Kores, wie sy rechterhand ek gevat het om mens nasies voor hom neer te werp, terwyl ek die lendene van die konings losgord, om wat te doen? Om voor hom deure oop te maak en poorte sal nie gesluit bly nie. Nou Kores en sy manskappe het langs die Eufraatrivier afgeloop en hulle het kanale begin grou, die riviere daar geloop en wat het hulle gedoen? Hulle het daar die rivier afgelei. Hulle het om weggelei sodat daar een opening kon kom in die rivier wat droog was, sodat hulle hy en sy manskappe deur die droë rivier kon beweeg. Hulle het spioene uitgestuur en hulle het uitgevind dat die koning Belsasar in Babylon op een sekere aand een groot feest gaan hou en hulle het besluit om daar die aand hulle aanval te loods nadat hulle hier die rivier drooggelê het. Hulle het begin met hulle opmars na die stad en raai wat, toe hulle by die hekke van Babylon kom, toe staan die poorte van Babylon oop. Kan dit waar wees? Dat Godse woord so precies honderde jare van tevore kon voorspel? Hulle gaan in Belsasar en sy onderdane is bezig met die partijkie, skielik is daar een hand wat teen die muur skryf, mene, mene, tekel, u varsin. Niemand kan het ontrafel nie. Hulle roep vir Daniel. Hoe oud is Daniel? Hy is amper 100 jaar oud. Hy kom, hy interpreteer hierdie handskrif vir hulle teen die muur, en hy gee die uitleg vir koning Belsasar. Wat sê hy vir hom? Hy sê vir hom, dit is die uitleg van die woord. Mene, God het u koningskap getel,
daar een einde aan gemaak. Tekel, jy is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. Peres, die koninkryk is verdeel en aan die meders en die perse gegee. Die tweede koninkryk, die beer, Medo en Pers, Medo Perse. Vers 6 sien Daniel een ander deel. Ek sien daar was een soos een luiperd. Hy het vier vlerke van een voel op sy rug gehad. Ook het die dier vier koppe gehad. En aan hom is heerskappy gegee. Nou die geskiedenis sê van ons dat onder leiding van Alexander die Grote het hulle gekom en het Griekenland in 331 voor Christus die Medo-Perse omvergewerp. Alexander die Grote het net 40.000 manskappe gehad. Die Medo-Perse was 1 miljoen. En hy het hulle omvergewerp. Hy het voortgegaan om een nasie na die ander te verower en in te neem. En dis waarom hierdie luiperd vier vlerke het. Want vlerke verteenwoordig in symboliese taal en profetiese taal in die Bybel verteenwoordig dit spoed. Met andere woorde, die spoed waarmee Alexander die Grote alles voor hom weggevee het. En op 33-jarige ouderdom gehuil het, omdat daar niks meer was vir hom om te oorwin nie. Hy tot by die grense van Indië gemasseer. 7 jaar lang was hy aan die opmars. Hy is nooit huis toe nie. Later wou sy soldaten nie meer saam met hom gaan nie. Hy het aan epileptisie gelei. Hy het malaria opgedoen. Hy het in dronkenskap verval. En hy lê in hierdie selfde saal waar daar teen die vingers geskrywe is, mene, mene, tekel die vars, en daar lê Alexander die Grote stervend. En hulle roep sy vier generaals in en hulle vra vir hom, aan wie van hierdie vier generaals gaan hy sy koninkryk gee? En sy antwoord was, aan die sterkste een van julle. Maar hulle kon nie bepaal wat een van hulle die sterkste was nie. En toe Alexander sterwe, toe sy koninkryk tussen vier generaals verdeel, in Griekenland is daarmee een in vier verskillende dele. Dus hoekom hierdie luiperd vier koppe het. Kan hy nou die korrektheid van Godse woord begin raak voel en raak sien? Begin daar die lig al 'n bietjie in die donker te inskyn? Wat vir ons precies vertel? Kom ons kyk na die laaste dier. Daarna het ek in die nagesig gesien en kyk, daar was 'n vierde dier. Vreeslik, skrikwekkend, baie sterk. Dit het groot ystertande gehad. Dit het verslind en vermorsel, die oorskot met sy pote vertrap. Dit was verskillend van die ander diere voor hom. Dit het 10 horings gehad, 10 horings. So die volgende dier op hierdie toneel was die mag van heidense Rome. Heidense Rome het Griekenland in die jaar 168 voor Christus verower. Hulle het alles voor hulle weggevee. Rome het die waterweë oopgemaak, hulle het die paaie van die antieke, destydse antieke wêreld gebou. Hulle het regeer toe Jesus gebore is. Keizer Augustus het die bevel of die dekreet uitgevaardig dat alle mense belas moes word, net na Jesus' geboorte. Rome was die mag toe Jesus gekruisig is. Hulle het langer as enige van die ander magte was hulle heersers oor die wêreld, van 168 voor Christus tot 476 na Christus, met ander woorde, vir meer as 6 eeue. En hier is daai vier diere. Babylon, Medo-Perse, Griekenland, Rome. Ons vorige lesing, Babylon, die kop van goud, Medo-Perse, die bors van silwer, Griekenland, die lendene van koper, Rome, die ysterbene. En hier in Openbaring, in Daniel 7, lees ons weer van daar die koninkryke, maar nou is dit die leeu, en die beer, en die luiperd, en dan hierdie dier met die 10 horings. Maar nou kom hier iets by, en die 10 horings, uit daar die koninkryke, sal 10 konings opstaan,
en een ander een sal na hulle opstaan. En hy sal verskillend van hulle wees van die voriges, en hy, die een wat na die 10 gaan opkom, sal 3 konings neerwerp. So 10 konings, 10 horings is 10 konings. Die Bijbel sê dit baie. Hy sê baie duidelik, jy kan nie nou op een ander plek wil gaan soek nie. Hierdie 10 konings moet verwys uit hierdie koninkryk. Watter koninkryk? Uit watter koninkryk moet hierdie 10 horings verwys uit? Die Romeinse koninkryk. Heidense Rome. Daar kan, jy kan hulle nie op een ander plek wil gaan soek nie. Hulle moes met ander woorde ook verwys uit die landgebied van Heidense Rome. Nou wat sê die geskiedenis het gebeur? Die geskiedenis sê dat een van die grootste gebeurtenisse in die geskiedenis het plaasgevind, toe groot menigtes van mense verskuif het, allemaal amper op diezelfde tydperk van die geskiedenis, en deur hierdie destydse wêreld beweeg het, en so het die Romeinse Ryk uiteindelik tot de val gekom, toe hierdie nomadiese stamme van die noord af gekom het, en Rome eintlik op hulle toegesak het, en hulle oorweldig het, die nomadiese stamme. Hulle het gekom, hulle het hierdie magtige Ryk van Rome opgebreek, en so het hulle die nasies van West-Europa van vandag geword. Ons het by die vorige lesing daarna gekyk, die Alemanië, die Duitsers geword, die Burgondiërs, die Switsers, die Franke, die Franse, die Lombarde, die Italianers, die Sakse, die Engelse, die Sewui, die Portugese, die Westgote, die Spanjaarde, en dan is daar 3 van hulle, die Heruli, die Oostgote en die Vandale, wat uitgesterf het. Ons sal net nou kyk hoe dat dit gebeur het. So God het eeuwe van tevore voorspel dat hierdie 3 nasies vernietig gaan word. Let nou op, hierdie dier het 10 horings. En dan word daar nou hierdie iets speciaals bygevoeg in vers 8. As een mens na die kaart kyk, dan is dit waar hulle gevestig, die ou nomadiese ryk, en wat die moderne Europa geword het. En die 3 is uitgeroei, die Heruli, die Oostgote en die Vandale. Maar nou kom vers 8 van Daniel 7, en hy sê iets anders. Hy sê, terwyl ek op die horings 8 gee, kom daar een ander horinkie tussen hulle op. En 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel. Met ander woord, hierdie klein horinkie het 3 van hierdie vorige 10 ontwortel. En kyk, in hierdie horing was oë soos mens oë. En een mond wat groot dinge spreek. So die tekst sê, tussen hulle. Die klein horinkie kom tussen hulle op. En wat doen hy? Hy kom en hy pluk 3 van hulle uit. Hy ontwortel 3 van hulle. Nou, dit is belangrijk om te weet wie die 10 is, want die klein horinkie gaan opkom tussen hulle. En hy gaan 3 van hulle ontwortel. En nou gaan die Bijbel vir ons precies vertel wie die klein horinkie is. As hy in vers 24 vir ons sê dat hy tussen hulle opkom, kom hy, en hy sê, 10 horings, uit daar die koninkryk sal 10 konings opstaan, en die ander een sal nie net tussen hulle opkom nie, hy sal ook na hulle opstaan. En hy gaan verskillend wees, en hy gaan 3 konings neerwerp. So, hier kry ons die kenmerke van hierdie klein horinkie. Al klaar in 1 vers is hier 3 goed wat gesê word. Die vorige vers het gesê tussen hulle, hier sê na hulle, hy gaan verskillend wees, hy gaan 3 van hulle neerwerp. Ga jy na vers 25 toe, dan gaan hy aan. Hierdie klein horinkie sal woorde spreek teen die Allerhoogste, en die heiliges van die Allerhoogste gaan hy mishandel. Hy gaan nog iets doen, hy gaan probeer om tye en wet te verander. En dan, hulle gaan in sy hand oorgegee word vir 'n tyd, tye en die helfte van 'n tyd. So kom ons kyk nou 'n bietjie hoe die Bybel hier die klein horinkie identifiseer. Want het is belangrik dat ons seker maak dat ons nie nou hier met menslike spekulasie besig is nie, dat dit wat ons sê uit die Bybel uitkom, dat het daar staan. Hy sal tussen hulle opkom. Hy sal na hulle opstaan. Hy sal verskillend wees. Hy sal 3 konings ontwortel. Hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste.
Hij zal die heiliges mishandel. Hulle zal in zijn hand oorgegee word voor een tijd, tye en halve tijd. Misschien moet ons het weer lees, dat ons net zeker maak, dat ons net nou Bijbels is. Waar staan dit in die Bijbel? Staan dit? Hy staan tussen hulle op. Daniel 7:8. Hij komt na hulle op. Vers 24. Hij zal verschillend wees, ook in vers 24. Hij zal drie konings ontwortel, Daniel 7 vers 8. Hij zal een vervolgingsmag wees, vers 25. Hij zal woorden spreken tegen die Allerhoogste, ook in vers 25. Hij zal regeer voor een tijd, tye en halve tijd, ook in vers 25. Nou is een belangrijke punt wat ons nou net met mekaar op attent maken is die volgende, dit is dat je met al hier die punten moet allemaal op een mag van toepassing wees. Al sewe hierdie. Nie twee nie. Nie vier nie. Nie ses nie. Al sewe, anders ter kwalificeer hy nie as die klein horinkie. Daar is net een mag in die geskiedenis op wie al hierdie eienskappe van toepassing is. As jy enige ander een kry, my lieve vriend, moet die vir my kom sê, ek sal graag wil weet. En nou is het belangrijk dat ons iets baie duidelijk en helders hier vir mekaar moet sê. En ek gaan het misschien weer herhaal later, want ons moet nie verward raak nie, ons moet nie een verkeerde perceptie hier ontwikkel nie. Die Bijbel identificeer een mag. Een mag, een koninkryk, een systeem. Ons praat nie van mense nie, ons praat nie van individue nie. Moet dus niet wat vanavond hier gesê word, gaan vat en op mensen gaan toepassen. Het gaan nie hier oor enkelinge nie. Dit gaan oor een mag, een koninkryk, een systeem, een orde. Kom eens kijk nou, ons kan bepaal wie hier die mag is. Kom eens kijk net weer. Daniel 7 vers 24, uit daar die koninkryk sal 10 konings opstaan. Uit wat er koninkryk? Uit wat er koninkryk? Daar die koninkryk kan niks anders wees as die vierde koninkryk nie. Die koninkryk van Eister, met andere woorde die heidense Rome, met andere woorde uit daar die koninkryk, uit heidense Rome, sal hier die klein horinkie tevoorschijn kom. Ek moet dus hierdie mag in daar die omgeving gaan soek. Hierdie, wat die Bijbel ook van praat, die antichristelike mag. Ek kan hom nie in Azië of in Australië of in Suid-Amerika gaan soek nie. Ek kan hom nie in Afrika gaan soeken of in die VSA nie. Ek sal na hierdie 10 horinkies toe moet kyk, want hy gaan tussen hulle opkom. Nou sê die Bijbel vir ons precies waar. Hy gaan uit heidense Rome opkom. Nou, heidense Rome was in twee dele verdeel, die ooste en die weste. Nou, in die geschiedenis weet ons dat hierdie nomadische stamme in die westelike deel van die Romeinse Rijk gaan vestig het. So hierdie klein horinkie moet opkom hier iewers tussen die 10 in West-Europa, tussen hierdie nomadische stamme wat daar gevestig is. So kom ons kyk net weer, terwijl ek op die horings agtergee, kom daar een ander horinkie tussen hulle op. Tussen hulle op. En dan ook, en een ander een sal na hulle opkom. Nou dit is een belangrike aspek wat ons hier moet na kyk. Met andere woorde, tussen hulle en na hulle. Nou in 476, 476 na Christus, het die nomadische stamme reg oor die Romeinse Rijk ingekom, hulle het die Romeinse Rijk opgebreek, hulle het die mag omver gewerp. So hierdie klein horinkie moet met andere woorde, iewers na 476 na Christus opkom. En hy moet tussen hulle opkom. En wat sê die geschiedenis nou vir ons? Wat sê die geschiedenis nou vir ons, het hier in West-Europa gebeur? Ek wil nou een stukje geschiedenis met u deel, eindelijk is dit baie interessant, u kan het gaan nalees, ek sal vir die boek in die bladsy gee waar het staan, tydens die regering van keizer Justinus, was sy rijk bezig om uit mekaar uit te val, dis nou die Romeinse keizer, sy naam was Justinus, onthou hier die naam Justinus, en hy het als in sy vermoge probeer doen om hierdie Romeinse rijk van hom by mekaar te hou, maar hy het gesukkel. Hy het een generaal gehad, en hierdie generaal sy naam was Belisarius. So nou het ons twee mense, Justinus, die keizer, Belisarius, sy generaal.
Nou, Belsarius, sy generaal, was bezig om tegen hierdie nomadische stammen te vecht, wat bezig was om Rome aan te val. En in die stad Rome was daar een biskop. Zijn naam was Silvanus. So net was drie partijen: Justinus, die keizer, Belsarius, sy generaal, Silvanus, die biskop. Nou, hierdie biskop van Rome, hij was die hoof van die kerk, die geschiedenis sê, hy het die Here baie lief gehad, hy was lief vir sy mense, hy was een goede man, hy het die Here gedien, en hy weier om enige iets met die oorlog tussen die Romeine en die nomade te doen te. En toe die grote die stad wou binnenkom, het hy gegaan en hy het die groot stadsdeure toegemaak, en hy het geweier om hulle in te laat. Maar nou het hy meer as dit gedoen, as Belsarius, die keizerse generaal kom, en hy kom ook daar, het hy ook geweier om die deur vir hulle oop te maak. Die grote was in die oorlog tegen Belsarius' macht het, aan die gang. En op een stadium was die grote bezig om Belsarius en zijn macht tegen die muren van die stad vast te drukken. Dat het gelijk asof hulle gaan uitwis. En Belsarius, die generaal, stuur toe een nota aan die keizer Justinus. Waarin hij vraagt dat die keizer alsjeblieft iets moet doen om hulle te red. Nou, die keizer Justinus' vrouw, die koningin, was een christen. Zij was een christen. En zij was een vriendin van die biskop van Rome, van Silvanus. En naderhand het die keizer Justinus haar gesmeek. Hij smeek zijn vrouw dat zij toch alsjeblieft net die biskop so ver moet krijgen dat hij die deure sal oopmaak, die hekke sal oopmaak, dat Belsarius en zijn manschappen kan inkom. En uit respect voor die koningin gaan Silvanus, die biskop, en hij gaan maak die hekke oop, en hij laat Belsarius sy weermacht inkom en toe hulle in is, toe maak hy die hek achter hulle toe en hij sluit die goote uit. Maar wat die arme biskop Silvanus niet geweet het nie, was dat hierdie generaal Belsarius en die keizer Justinus vooraf reeds saamgesweer het om van hom als biskop ontsla te raak die oomblik wanneer hulle die geleentheid daartoe kry. Nou, hoekom sou hulle dit wou doen? Jy sien, die keizer Justinus se koninkryk was bezig om uit mekaar uit te val. Hij kon dit niet meer politisch beheer nie. En toen besluit hij, misschien gaan dit help als hij dit godsdienstig kan doen. En toe hulle dus in die stad inkom, het hulle die biskop Silvanus gevangen geneem, hulle het hom verban, en hulle twee het hulle eie man, Virgilius, als die biskop van Rome aangesteld. Hulle het hom op die troon gesit, hulle het selfs die scepter van die keizer gekry. En Virgilius word toe die eerste man wat sommer die scepter van die keizer het en ook die hoof van die kerk is. En dis hoe hierdie klein horinkie opgekom het. Dit staan in die geschiedenisboeken geschreven. Je kan het gaan lezen in History of the Christian Church, bladzij 327, kan je gaan lezen van Justinus, Belsarius, Silvanus en Virgilius. En dis hoe Virgilius die biskop van Rome geword het, so die klein horinkie verrys na die tien koninkryke het in 476 tot stand gekom, die klein horinkie in die jaar 538 na Christus. 538. Nou is belangrijk om daar die datum te onthou, want ons gaan weer terugkom na die datum toe. Die klein horinkie 538 na Christus. Nou sê vers 24 van Daniël 7 voor ons, hy gaan verskillend wees. Nou, hoe gaan hy verskillend wees? Denk mooi, die ander 10 was allemaal streng politieke machte. Skielik kom hier nou een godsdienstige politieke macht die beheer oorneem. Hy gaan nie net in die politieke era of arena regeer, nie, hy gaan ook in die kerk regeer. En in hom sou kerk en staat saamsmelt. So alle ander was politieke machten, en dis waarom hy anders sal wees. Die biskop van Rome het ook die koninklijke scepter opgeneem. En dan staan daar ook die volgende, en hy sal verskillend wees van die vorigers, en hy sal drie konings neerwerp. Drie van die 10. Nou, toe hierdie nomadische stamme die Roomse koninkryk oorstroom het, weet u wat, lieve vrienden, was daar baie christene tussen hierdie Romeine. Weet u hoekom? Want Jezus het vir sy disciples opdracht gegee om hierdie evangelie tot aan die uithoeken van die aarde te gaan verkondig. En hierdie christene, daar tussen die Romeine, het hierdie opening gesien om aan hierdie barbaarse stammen
die evangelie te verkondig, om die verlossing in Jezus Christus aan hulle voor te hou. En weet jy wat, hulle die evangelie aanvaar, hulle het Jezus begin volg, en dit is waarom West-Europa christelijk tot vandag is. Maar nou sê die geschiedenis, onder diegene wat uitgegaan het, om eindelijk hierdie sendingwerk te gaan doen onder die barbare, was ook een klompie mense wat Arianisme gepreek het. Nou wat is Arianisme? Arianisme is maar net een groot woord wat sê, Jezus was een groot man, Jezus was een profeet, Jezus was een wonderlijke mens, maar Jezus was niet die Seun van God. Jezus was niet die Messias. En daarom het Virgilius hierdie drie volke vernietig. Soveel so dat geen afstammeling ooit nagelaat is. Je kan maar in die bibliotheken gaan nalees. Die Heruli, die Vandale, die Oosgote, je zal niks van hulle vind, van enige nazate. Hulle is werkelijk, die Bijbel sê, met wortel en tak, dit is wat in die oorspronkelijke skrif staan, met wortel en tak uitgeroei. En voort sê Daniel dat hierdie een vervolgingsmacht gaan wees. Daniel 7 vers 25, en hy die heiliges van die Allerhoogste mishandel. Nou oorals waar kerk en staat in die geschiedenis bij elkaar kom en saam smelt, denk maar aan ons eie tyd, lieve vrienden, denk maar aan die landen in die wereld vandaag waar die hoof van die staat eigenlijk ook die hoof van die kerk is. Of waar die kerk, een kerk, die staat regeer. Sonder uitzondering word daar die macht een vervolgingsmacht. Want die sien die kerk is nie by machte om civiele macht te hanteer nie. Dit word een vervolgingsmacht. En so was ook hier die mag. En jy kan die geschiedenis maar gaan nalees, tijdens die hervorming met Bartholomeus nacht, 60.000 diegenote in één nacht doodgemaak. Hulle sê die bloed het soos riviere deur daar die straten geloop. En dan staan daar iets bijzonders. En hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende tyd, tye en die helfte van die tyd. Nou wat betekent dit? Nou ek gaan dit nie nou met u behandel nie, want dan is ek bang, u gaan nie na die volgende lesing kyk nie. U gaan dit in die volgende lesing, gaan u die antwoord kry op hierdie, wat voor ons klinkt na een raaisel, wat eindelijk nie een raaisel is nie, wat eindelijk een baie makkelijke verduideliking is, as jy die Bijbel toelaat om hom self te verklaar. So wat het ons nou gehad? Ons het nou gisteraand het ons gehad die kop van goud, vandag die leeuw met die vlerke, Babylon, 605 tot 539. En toe Medo-Perse, die silver bors, vanaand die beer, Medo-Perse 539 tot 331. En toe in Daniel 2 het ons Griekenland gehad, die koper lendene, en vandag kyk ons na die luiperd met die vier vlerke, en dis Griekenland, en die eisterbene van Daniel 2 is nou hierdie dier met die 10 koppe, die Romeinse Rijk, 168 tot 476 na Christus. En dan hierdie 10 tone, die voete van eister en van klei, die 10 horings, die 10 konings, tot by die wederkomst. Nou, ek moet nou vandag teenoor u erken dat ek hierdie inligting op een baie laat stadium in my lewe ontvang het, waar die Bijbel ons stap voor stap deur hierdie profetieë vat. En ek kom uit die hervorming uit. Ek het vir 7 jaar lang op een universiteit gesit en by een theologische fakulteit gestudeer. En ek moet vandag vir u sê, ons het die boek Openbaring nie oopgemaak nie, en ons het die boek Daniel nie bestudeer nie. En toe ek hierdie inligting kry, toe wil ek vir myself sê, maar hoe is het moontlik? Hoekom moes ek so oud word? Hoekom moes ek 60 jaar oud word voordat enige iemand dit vir my gesê het?
Of voordat ik hierdie inlichting kon krijgen, iewers. Hoekom? Het die hervormers dit dan niet geweet nie? Het Martin Luther en Zwingli en Knox en het hulle dit dan niet geweet nie? Hoekom het ek nooit daarvan gehoor nie? En tot mijn verbazing moest ik toe ontdek dat die hervormers het geweet. Hulle het precies geweet. Hulle het die boodskap precies gehad. Inteendeel, hulle het so ver gegaan, hulle het een monument gaan bou, hulle het een klip gaan uitkap in Nuremberg, in Duitsland. Teen die municipale gebouw se muur. Aan die een kant hierdie monument, een klip uitgekap. En aan die andere kant iets anders. Maar kom eens kijken, wat gaan hier aan? Wat is hierdie? Wie sit hier so? Hier sit Nebukadneser en die leeuw met die vlerke van Babylon. Aan die andere kant, wie sit hier? Hier sit Kores en die beer van Medo-Perse. En ga je naar die andere kant van die gebouw toe en je trek om een beetje nader, wie sit hier so? Alexander die Grote. En daarachter, daar sien jy die luiperd. Sien die luiperd met die vier koppen. En jy trek om oor ander kant, wie sit hier? Hier sit Julius Caesar. En langsom sit daai dier met die 7, met die 10 horings. En kyk jy, weet jy nader, wat sit daar? Wat sit daar? Een mannetje, een gezichtje, met oe. Daniel 7, terwijl ik op die horings agje, kom daar een ander horinkie tussen hulle op. En die drie vorige horings is daarvoor ontwortel. En kijk, in hierdie horinkie was oe soos mens oe en een mond wat groot dinge spreek. Ek kon my oe nie geloof. Ik was totaal onderste boer. Dus is een 4-pond hamer wat hier in mijn voorkop slaan. Om te denken dat ons voorvaders het dit geweet. Hulle het dit al die tyd geweet. Wat het geword van hier die boodskap? Hoe vinnig het die nasate van die hervorming vergeet waar hulle vandaan kom? En dus toe ek dit sien, dat hierdie tekst vir my persoonlijk begin opgaan het. Ons het een profetiese woord wat baie vast is, waarop julle toch moet agree, soos een lamp wat in een donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die morgenster opgaan in julle harte. Ons volgende lesing, gaan ons kyk na die dier uit die see, ons gaan kyk na Openbaring 13, Openbaring 13. En als u mooi gaan kijken, dan gaan u zien hoe dat Daniel 7 en Openbaring 13 so aan elkaar kom vashak. En dat Openbaring 13 eindelijk van diezelfde mag praat als Openbaring 7. So die dier met die see is niks anders dan die klein horinkie nie. Maar ons gaan bij ons volgende lezing een beetje meer inlichting krijgen ten einde hierdie identificatie of identificering. Wat kon die anglicisme, die identificering correct te krijgen. Maar niet vanuit een mens sy interpretatie nie, maar die woord van die Heere, wat vir ons sê, hier is die eigenschap, hieraan moet julle dit meet, en hulle moet aan al die vereistes voldoen. Mag die Heere u seën, en mag dit ook wees dat daar iets van hierdie lig ook in die hart begin skyn. Dierbare Here, wonderlik is dit om u woord in ons hand te hou en te sien hoe dat hierdie woord self oopgaan en oopbreek en homself verklaar, dat ons eintlik niks anders nodig het as om net te lees en te verstaan. Dankie dat Daniel 2 en Daniel 7 nou vir ons oop is.
En gee Here dat ons dan ook kan aanbeweeg verder met ons studie. Seën ons. Ons vra dit in Jesus' naam.